Vandaag in de Jensen Show. Ik rook vandaag, begin van deze show, een mooie Cubaanse sigaar van Harry Upman, de Magnum 50. En ik rook deze sigaar ter ere van een fantastische vent die helaas gisteren is overleden. En dat is de fantastische broadcaster, radiolegende, conservatief icoon. Een man die als beter dan wie dan ook ter wereld, zelfs beter dan Jens Baba, de hoofden van linkse mensen, doorgeslagen mensen, compleet kon laten exploderen en kwaad maken. De geweldige Rush Limbaugh is gisteren overleden. Ik zal zo aan het eind van de uitzendingen even hem op mijn persoonlijke manier herdenken. En ik ga er even stil bij staan natuurlijk, want het is een moment. Rush was een fervent en een gepassioneerd sigaarroker, enorm. Hij rookte er volgens mij wel 7 of 8 per dag soms. Het was echt niet normaal. En hij was er altijd van overtuigd dat het niet slecht voor hem was. Maar hij is uiteindelijk overleden aan longkanker. Nou, is maar de vraag. Ik ken zelf 2 mensen in mijn persoonlijke omgeving die longkanker overleden zijn en die nooit gerookt hebben. Dus het is altijd maar weer de vraag, hoe zit dat nou precies? Maar het ding is, Rush die zal er nooit in. Dus het is ook geen disrespect of wat dan ook dat ik dit doe. Rush heeft ook nooit excuses gemaakt of heeft voor zichzelf, weet ik zeker, nooit spijt gehad dat hij zo'n leven geleid. Hij ging altijd voor het leven en sigaren hoorden bij zijn leven. En daarom aan het begin van deze show, ter ere van Rush, waar ik zo dus nog even op terugkom, deze sigaar. Maar ik zal hem neerleggen, want we hebben een hoop te bespreken. Afgelopen dinsdag begon ik de show met een glas champagne. Dus we zijn goed bezig hier. Ondanks deze treurige tijd en treurige momenten die we meemaken vaak. Maar ik dronk een glas champagne omdat ik zo blij was met de uitspraak. Natuurlijk dat die avondklok eraf moest. En ik voorspelde toen al dat het natuurlijk teruggedraaid zou gaan worden. En dat ze altijd een rechter kunnen vinden in dit rare, bizarre, corrupte spel waar wij in zitten tegenwoordig anno 2021 in de westerse samenleving. Wat al zo lang natuurlijk lang stapje voor stapje hier naartoe gebracht is. En natuurlijk hebben ze al in een rechter gevonden die dat in eerste instantie gaat terugdraaien. Nou, morgen speelt het weer. En Willem Engel doet fantastisch werk. En zijn organisatie ook. Maar de kans is natuurlijk heel groot. Ik zou zeker geen geld opzetten dat die morgen toch nog afgeschaft wordt, die avondklok. Want je weet, ze kunnen wel weer een rechter vinden die dit wil terugdraaien. Maar waar ik nog steeds het champagne waardig vind, omdat dit zijn goede stappen. En dit zal meer mensen hun ogen doen openen van hoe het echt werkt en hoe onacceptabel het is. En je weet, wij hebben de macht. Als we nou eens met z'n allen zouden zeggen, of met een grote groep van, ja, zo niet verder, dan is het echt meteen klaar met al deze nonsens waar we nu in zitten. Want wij zijn met zoveel en zij zijn met een handjevol mensen. Je kan ze in 1 kamer plaatsen. Dus dan zou het zo over zijn. En ik vind dit soort dingen bewijs ook weer. Het ding dat een klein groepje mensen de wereld bestuurt en bepaalt. En die mensen, die naïeve mensen, en die maar altijd blijven roepen van, nee, dat is zo'n complot, denk je, dat een klein groepje de hele wereld bestuurt. Nee, het is allemaal zo complex hoe het werkt, allemaal al die elementen. Het is onmogelijk om een klein groepje mensen bij elkaar te brengen. Weet je, die mensen die nog steeds zo praten, en die zijn zo irritant, want alleen omdat zij niet het vermogen hebben om te zien hoe makkelijk het is voor een klein groepje mensen om de boel te besturen. Omdat zij bijvoorbeeld, zij zijn het overduidend, het resultaat, het bewijs dat mensen makkelijk te leiden zijn. Deze mensen zeggen, het is allemaal zo complex. Nee hoor, ik vertrouw de overheid, wetenschap, specialisten. Dus die mensen laten zich zo makkelijk misleiden, bewijzen dat het makkelijk is om een grote groep te misleiden. En dit soort dingen bewijst weer hoe klein die wereld is, uiteindelijk hoe die opgezet is. En dat iedereen kent elkaar. Het feit dat die rechter, die Tante Sonneville, of Sonneville, hoe ze ook heet, die vrouw die dit gewoon weer terugdraait, dat die natuurlijk Jaap van Dissel ten eerste de ruimte gaf om daar afgelopen dinsdagavond nog eens even een hele presentatie met van die grafieken, die belachelijke grafieken die nooit uitkomen, dat hij daar nog even zijn propaganda mocht spuien. Terwijl ze het niet over de inhoud wilden hebben. En gingen ze het toch over de inhoud hebben. Ja, maar dan wel van 1 kant. En dat is natuurlijk weer de establishment en Van Dissel. Maar die gasten kennen elkaar gewoon. Ga nu naar Jensen.nl voor de hele show van vandaag. Het vrije geluid laat zich niet censureren.